Zo, welkom in de fabriek in Maarsen. Ik heb hier zojuist de KPN Finance Day mogen afsluiten. Een grote eer natuurlijk. Leuke club mensen, goede positieve reacties op gehad. Dus ik ben helemaal blij en gelukkig. De klant is blij en gelukkig. Maar wat hier gebeurde, dat gebeurt eigenlijk altijd. Namelijk dat je de vraag krijgt om van tevoren je presentatie toe te sturen. Maar dat kan helemaal niet. Want de presentatie, dat is wat hier gebeurt. Dat is wat je samen met het publiek live doet. En dat kan je niet van tevoren toesturen. En goed, ik snap natuurlijk ook wel, ze bedoelen de slides van de presentatie. Maar ja, het is jammer dat het begrip presentatie en slides, dat dat één is geworden. Eigenlijk heb je te maken bij elke presentatie met zo'n beetje drie tastbare elementen. Je hebt je slides. Je hebt je spreekkaartjes met erop je script en je hebt een eventuele handout. En eigenlijk zou je ervoor moeten zorgen dat die drie dingen drie verschillende dingen zijn. Je slides die gebruik je, dat zijn de visuele ondersteuningen van je verhaal, maar die kunnen ook uit. Je kunt ook zwarte slides ertussen zetten of de B gebruiken, of dat knopje van zwart op je toetsenbord, zodat je scherm zwart wordt en jij alle aandacht hebt om je verhaal te vertellen. En als je dan weer een illustratie nodig hebt om je verhaal te onderstrepen, dan zet je de slides weer aan. Je hebt je handouts, sorry, je spreekkaartjes met daarop wat jij wilt vertellen. En daar kunnen eventueel bullet points op staan, dat is prima. Maar die hoeven niet per se allemaal op dat scherm te staan. Hou voor jezelf wat de zaal niet per se hoeft te zien. Je hoeft het niet mee te lezen met je spreekkaartjes. En tot slot de handout. Dat zijn niet alleen maar de slides met wat tekst. Nee, dat is een stuk tekst waarin je vertelt wat je wil vertellen. En eventueel voeg je daar wat afbeeldingen aan toe. Maar misschien ook niet eens alle afbeeldingen. Dus wees ervan bewust dat je als je een presentatie maakt, dat je eigenlijk ook drie documenten aan het maken bent. De slides, je spreekkaartjes en je handout. Doe er je voordeel mee. Volgende week, dinsdag, sta ik met Hans in Enkhuizen, Hans Ekman. Als je vragen aan ons hebt, stel ze gerust en dan gaan we ze dan beantwoorden. Ik sla je af hier in Maarsen. Tot ziens, tot volgende week.